Ik wou dus echt niet ongesteld worden. En dit klinkt misschien stom, maar ergens dacht ik dat ik het niet kon worden. Ik ben nou niet echt een meisje of zo. Oh, ik heb echt kramp. Ik kan echt niet trainen zo, man. Dan neem je toch gewoon een paracetamol of zo. Wat weet jij daar nou van? Ja, je bent het toch nog niet eens? Let maar niet op haar, jongens. Zij is toch een halve jongen. Ik zat dus altijd al bij het jongensselectieteam. En dat wil ik zo houden ook. Kijk, mijn moeder heeft als ze ongesteld is dagenlang migraine. Kotsen boven een emmer, hè? Maar zij gaat dus ook niet zielig zitten te doen. Zij gaat gewoon naar haar werk. Maar wat als ik dat ook krijg? En wat als ik dan niet meer kan voetballen? En wat als ze me dan uit het jongensteam gooien? Dan word ik echt gek. Goed zo, Indy! Lekker bezig, meisje! Kom binnen! Ja, lekker, Indy! Goed zo, meisje! Oh. Indy? Ach, Bart. Goed gespeeld, hè? We waren gewoon sneller dan wij. Echt weer beginnen met hardlopen. Nou, jij en ik samen, want mijn uniform begint strak te zitten. Mag ik een slokje? Had jij niet beter kunnen blijven liggen? Mm. En dan jouw wedstrijd missen? Never. En ze willen dat ik direct kom. Ze hebben extra hands aan dek nodig vanwege die demonstratie, weet je wel? Kan ze dan niet beter iemand anders bellen? Ze hebben nu toch ook van die boa's? Je hebt vrij en je hoofd burst. Misschien zet het deze keer niet door. Ja? Kun je niet gewoon tegen ze zeggen dat je migraine hebt? Als je het niet heel erg vindt, hang ik liever niet mijn vuile was buiten. Maar je moet toch naar je lijf luisteren? En wie luistert er dan naar mij? Echt. Ik ben oké. Okay. Oké? Oké? Mm-hmm. Mam. Hé, meisje. Gaat het wel? Heb je nog geslapen? Heb jij al brood uit de vriezer gehaald?
Je moet wel brood meenemen, hè, vandaag. Want als je niet eet, kun je niet presteren. En ik moet er echt vandoor. Mam, ik ben... Sorry, lieverd. Mijn medicatie werkt echt nog niet en ik moet gaan. Vanavond, oké? Okay? Ja? Oké, okay. Vergeet jij het brood niet? Ik ga naar de wc. Wat is er met jou? Je doet echt al de hele morgen raar. Ik ben vannacht ongesteld geworden. Echt? Nou, hoe, wat een feest. Heb je wat bij je? Ja. No way. Tegen niemand zeggen. Straks kicken ze me uit het jongensvoetbalteam als ze het weten. En dat mag echt niet gebeuren. Iedereen hier lult alles door. Ze kunnen je echt niet in het team zetten omdat je ongesteld bent. Zweer het, Jasmine. Oké, okay, ik zweer het. Oh my god, dat is mega. Kijk dan. Kan ik dan nog wel plassen? Je plast toch niet als je baarmoeder, gek? Hoe kan ik nog plassen dan? Weet ik veel, zie ik uit een YouTube tutorial. Wat als ik hem er straks niet meer uitkrijg? Er zit toch een touwtje aan? Wat als je helemaal doorschiet, hier naar boven, weet ik veel, dat hij helemaal in je verdwijnt. Je weet dat je een baarmoedermond hebt, toch? Nee, dat weet ik veel. Dat komt echt niet voorbij. Oké. Okay. Serieus. Doet het pijn? Je voelt er niks van. Echt niet. Gewoon met mijn vingers. Ja, ga nou. Oké. En? Lukt het? Ja. Doe gewoon alsof je een doelpunt scoort. Ja, wat leuk. Serieus? Ik val echt in slaap hier. Ja, wacht nou even. 1-0, denk ik. Ja! Nu ben je een vrouw. Bitch. Nee, maar beter dan de wc-rol, toch? Ja, oké. Okay. Kan? Mm-hmm. Het komt echt goed. Ja. Zolang ik maar niet zulke migraine krijg als mijn moeder. Hé, hey, maar dat hoeft ook echt niet. Het is voor iedereen anders. Irritaties oppotten, dat is slecht voor het team.